Ik sta hier bij een bijzondere tentoonstelling, want het zijn allemaal poppenhuizen, maar toch met een knipoog naar de kunst. Ja, dat is waar, want het zijn eigenlijk kunstwerkjes. Met als basis een gekregen poppenhuis. Ik heb een aantal kunstenaars gevraagd om een kunstwerk te maken van een poppenhuis. Klein, groot, simpel, eenvoudig tot heel mooi. En dat kregen ze op hun brood. En ze deden het er maar mee. Dus dat was wel vast, maar daarna mochten ze doen wat ze wilden. Werk jij zo vaker als curator dat je kunstenaars een opdracht geeft en samen dan een tentoonstelling vormt? Ik hecht waarde aan kunst, dus ik wil dat graag laten zien. En dan liefst op plekken waar mensen toch al rondlopen, daar wil ik graag kunst tonen. Zodat iedereen ziet dat ja, het is een fundamenteel deel van de wereld. Dus ik bepaal eigenlijk de opdracht. En ik zoek de kunstenaars erbij, maar daarbinnen die thematiek en binnen de plek waar we werken zijn kunstenaars vrij om te doen en te laten wat ze willen. In goed overleg hoop ik dat daar allemaal mooie dingen uitkomen, of rare dingen, of dingen die mij verrassen. Het laatste eigenlijk, dingen die mij verrassen. Ja. Hoe bepaal je de keuze van kunstenaars? Ja, zoals in dit geval bij poppenhuizen. Denk je, ja, hoe krijg ik dan andere mensen dan die alleen maar in kunst geïnteresseerd zijn? Ik denk, nou weet je wat, dan neem ik een onderwerp wat veel mensen aantrekt. Eerst dacht ik elektrische treinen, modelbouw. Weet je, dat is de lol van het maken, die iedereen kent, of veel mensen kennen. En de lol van ermee spelen. Nou, het poppenhuis heeft eigenlijk ook zoiets. Het is de lol van het zelf maken, iets zelf maken en dan ook nog ermee spelen. Dus ik denk, wauw, zo krijg ik eigenlijk wel mensen binnen. Ik moet het idee hebben dat zij het aankunnen, dat zij iets bijzonders ermee kunnen maken en dat ze er gelukkig van worden. Ja, de opening was zaterdag 7 mei. Het was prachtig weer, dus ik weet knepen. Maar evengoed kwam er een man, vrouw, 70, dus het was eigenlijk heel druk. Ja. Bijna alle kunstenaars waren er. Vind ik ook een aanduiding dat het wel klopt. Klinkt iets vaags, maar als ik het erover heb met mensen, ze beginnen gelijk te glimlachen van, hey, poppenhuizen. Oh, leuk, kunstenaars. Dus het raakt bij eigenlijk alle mensen wel wat. En bij de kunstenaars net zo goed. Dus ja, dan is het wel goed. Ja, poppenhuis is natuurlijk ook, denken mensen heel gauw terug aan hun jeugd. Dat geldt voor jongetjes en meisjes. Dat maakt helemaal niks uit. Dus dat is wel de rode draad. Ja, dat is echt waar. Wat je zegt, een poppenhuis zelf, denk je aan meisjes en inrichten. Maar poppenhuis modelbouw, dat ligt in elkaars verlengde. En dingen in het klein maken. Ik zeg wel eens, je moet het in het klein maken om de wereld na te spelen, om te begrijpen. Ja, dat verschijnsel, dat gevoel kent iedereen. Dus het is wel universeel. Ja. Nu is de tentoonstelling tot en met 13 juni. Kun je een paar kunstenaars noemen waar je zegt, nou ja, dat moet je zeker zien? Ze zijn heel erg uiteenlopend. De aanpak is nogal verschillend. Want ik sta hier voor een werk van Piet Vos uit Heemskerk. Die heeft twee poppenhuizen tot een enorm bouwwerk gemaakt. Waar je zelf ook weer mee kan spelen. Want het is niet alleen een kijkding. Er loopt een pijp doorheen van een afvoer. En dan kan je kogels in gooien. Dan gaat ring, ring, ring als een flipperkast gaat het naar beneden. Dus dit is echt een speelding. Dat is een bijzondere poppenhuis. Er zijn een paar grimmige van Ada Leenheer. Die heeft bestaande poppenhuizen. De een heeft ze met een luchtbux beschoten. Je zou kunnen zeggen, is dat nou de actie? Dat was de actie. En de andere heeft ze in brand gestoken. En die staan erbij bijna als oorlogsslachtoffers. Dus dat is heftig. Dan identificeer je met van, dat kan een huis gebeuren. Het beeld wat je ziet, wat roept dat op? En als je daarvoor iets in brand moet steken en het roept zo'n beeld op, dan was het een goede actie. Dus ja, dat is een goed werk. Ja, mij raakte het wel, want ik kon er een verhaaltje bij verzinnen. Ja, dan is het goed als je gaat dromen erbij als het in beweging komt hier boven in je hoofd. Ja, ander mooi werk is Gerben Hermanus uit Alkmaar. En hij heeft een bouwwerkje gemaakt van pallets, 3D print met menselijke delen, met een oor, een neus. Het is bovendien ook een esthetisch, het is mooi om te zien. Het is een ontzettend mooi werk, maar dan ga je beter kijken. Dan denk je, dat doet me toch denken aan, dat doet me denken aan. En dan denk je, dat is toch wel een hevig werk hoor. Ja, laatst nog een grappige. Er is Lisbeth van Woerden, die is een ideekunstenaar, een hele goeie. Die heeft een gat in een bestaand poppenhuis gemaakt en precies bepaald waar je op de vloer moet staan. Zodat je het poppenhuis als een hoed op je hoofd kunt zetten. Zodat je eigenlijk pop wordt. Je kijkt dus vanuit het poppenhuis zo naar de wereld. En dat is nou je perspectief letterlijk veranderd. Van je woont in het poppenhuis en je bekijkt de wereld als poppenhuisbewoner. Nou ja, dat is natuurlijk ook heel mooi. Toeschouwer, bezoeker wordt pop. Ja. Dus ja, zo'n omkering is natuurlijk prachtig. Iedereen weet wat spelen is. En hier kan je zien hoe bijzonder dat kan zijn. Ja, het voelt heel aangenaam. Ja. Mooie laatste zin.